Ik ben op doorreis in Peru. Onderweg naar verdachte nummer 1 in de vermissingszaak van de Amerikaanse Natalie Holloway. Joran Andreus Petrus van der Slot. En de Nederlander is met zekerheid de moordenaar van de 21-jarige Peruaanse Stephanie Flores. Stephanie is vermoord op de hotelkamer van Joran nadat de twee elkaar ontmoet hebben in een casino. Voor de autoriteiten is het meteen duidelijk. Joran is de dader. Es que tenemos la entrevista de una trabajadora del hotel quien refiere que vio a este extranjero con la víctima ingresar a su habitación. Y por último, tenemos las filmaciones registradas en el casino Atlantic City. Así como las filmaciones que obran en el propio hotel. Joran wordt veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor de lugubere moord. Hij is dan 22 jaar. Stephanie Flores werd slechts 21 jaar. Heel Peru huilt als ze wordt begraven. Ik heb 5 jaar geleden al een exclusief interview met Joran gehad. Hij zat toen in de Castro-gevangenis. Nog in afwachting van zijn proces. Ik kan ontzettend goed verhalen verzinnen. Dat is iets wat ik heel goed kan doen. Er zijn heel veel dingen gebeurd die niet hadden moeten gebeuren. Die niet hadden kunnen gebeuren. Ik had gewoon naar mijn moeder moeten luisteren. Sowieso ga ik hier enkele jaren vastzitten. Er is daar geen twijfel aan. Het is niet eens hierbij klaar. Als ik hier nu vrijkom, word ik gelijk door Interpol naar Amerika gebracht. Zo is het wel. Maar zover kwam het niet. Joran wordt na zijn veroordeling overgebracht naar een nog beruchtere gevangenis. Hij zit nu geïsoleerd op een blok, een cellenblok, met nog één persoon op dit moment. Dat is omdat er een aanslag is gepleegd. Dit is die gevangenis, de Chalapalca-gevangenis. Ook wel de hel van Peru genoemd. Met politiemoordenaars, kindermoordenaars en moordenaars zoals Joran. Ik vraag me af hoe het nu met hem gaat. Samen met zijn advocaten reis ik daarom naar de Chalapalca-gevangenis en probeer met de verborgen camera binnen te komen. Niemand mag weten dat ik die opnames maak. Vertel alles. Ook over Natalie, dus. Ook, alles. Mijn reis begint 1,5 dag eerder. Hier ontmoet ik de advocaten en nog iemand. De vriendin van Joran. Ze heet Lady. En Joran heeft er zelfs een kind mee. Een meisje, Dushi. Joran en Lady hebben mij al sinds zijn detentie in de Castro-gevangenis regelmatig WhatsApp-berichten gestuurd om tot een eventuele afspraak te komen. Vanaf het moment dat hij vanwege zijn verblijf in de Chalapalca-gevangenis niet meer via WhatsApp-berichten kon communiceren, is Joran overgegaan tot het sturen van brieven en foto's. Zo laat hij me weten dat hij is neergestoken. Omdat ik voor mijn nieuwe programma Vermoord in het Buitenland in buurland Bolivia was, besluit ik om bij Joran in Peru langs te gaan. Uit de brieven komt naar voren dat Joran Chalapalca spuugzat is en graag uitgeleverd wil worden. Dus heeft hij nu misschien wel een reden om meer te vertellen dan wat hij tot nu toe deed. Advocaat Maximo Altes zet zich vanaf het eerste uur in voor zijn cliënt Joran. Hij is een straatvechter en doet alles wat in zijn vermogen ligt om Joran zo snel mogelijk weer vrij te krijgen. We hebben elkaar 5 jaar geleden, ruim 5 jaar geleden zelfs, voor het laatst ontmoet. Toen heb ik Joran geïnterviewd in de Castro-gevangenis in Lima. Dat was al zwaar, maar hij is nu overgeplaatst naar eigenlijk de zwaarste gevangenis van Peru. Heel hoog gelegen, hier ver vandaan. Kunt u eens uitleggen hoe het nu met hem gaat? Joran actualmente se encuentra en una prisión de máxima seguridad y dentro de esa prisión de máxima seguridad él se encuentra aislado. Él se encuentra aislado, consecuencia que él ha tenido problemas con otros internos.
En el Perú hay la creencia que los internos extranjeros tienen mucho dinero. En el caso particular de Yorah Vanderloo, la gente cree acá que él es una familia millonaria, ¿no? Entonces, los delincuentes que son muy avezados en esa prisión de Chayapalca lo han querido extorsionar, le han querido quitar dinero. Pero Yorah es una persona muy... como que no se deja avasallar, es una persona muy intrépida, muy... él pelea, él no deja que nadie le pase por encima, ¿no? Entonces él pelea y como consecuencia de eso él ha sido apuñalado en la espalda 3 veces. Nosotros hemos solicitado su traslado, pero el INPE no aceptó nuestro pedido y lo que ellos han hecho es aislarlo. Dentro de la prisión de Chayapalca lo han aislado en un ambiente especial donde él se encuentra conjuntamente con otro interno. Ese ambiente está cerca de la cocina y en ese ambiente tan solo hay 2 internos, Yorah Vanderloo y el otro señor que es un peruano. De andere advocaat van Yorah is Jaime Canales. Hij probeert juridisch de rechtmatigheid van de arrestatie van Yorah in 2010 in Chili aan te vechten. Dus met name heeft dat te maken met de wijze waarop hij in Chili is gearresteerd en toen in de tijd na de moord op Stephanie Flores vanuit Chili aan Peru is overgeleverd. Ja, klopt. We vinden dat Yorah had moeten worden uitgeleverd, maar hij is uitgezet. En de uitzetting is eigenlijk een maatregel die snel is genomen en de rechten van Yorah zijn toen geschonden. De beelden zijn bekend toen Yorah is overgebracht per auto naar Lima en daar aangevallen door mensen met tassen en stokken. Dat zou niet zijn gebeurd op het moment dat hij normaal zou zijn uitgeleverd. Deze 2 advocaten zijn de enigen die zich nog om Yorah bekommeren. Niemand die het verder voor hem opneemt. Hij wordt zowel binnen als buiten de gevangenis nog altijd tot op het bot gehaat. We gaan morgen naar Yorah toe. Dat is een lange reis. Het is ook een hele pittige reis. U bent er al een paar keer geweest. Wat kunnen we precies verwachten? Bueno, es un viaje muy cansado. Lo que vamos a esperar es un viaje de 6 horas por auto. La prisión de Chayapalca es una prisión que se encuentra sobre 5.500 metros sobre el nivel del mar. Vamos a tener problemas de respiración. Es una prisión de máxima seguridad, nos van a revisar todo. El control es muy estricto en la entrada. Y yo creo que vamos a encontrar un Yorah Vanderloo bien cambiado. Las veces que he conversado con él es una persona totalmente diferente a la que ustedes han conocido. Es una persona que lo veo más maduro. Tiene más responsabilidades, ahora que tiene una hija, tiene su esposa. Él ha cambiado creo un 100% su personalidad. Hij is nu naar de allerzwaarste beveiligde gevangenis in Peru overgebracht. Ligt op meer dan 5000 meter hoogte. De weg daarnaartoe is eigenlijk bijna niet te doen. De gevangenis is door de Amnesty International verklaard als een gevangenis die moet worden gesloten. Dat is al enkele jaren zo. Daarvoor zijn weinig beelden van bekend. Journalisten worden niet toegelaten. Maar wat bekend is dat er geen stromend water is. De gevangenen krijgen een bak met water eens per week, geen verwarming. Het bezoek is eigenlijk beperkt omdat je minstens 12 uur onderweg bent van Lima daar naartoe. De advocatenwerk wordt bemoeilijkt, want de mogelijkheid om daar naartoe te gaan zijn er niet. Yorah wordt geboren in Nederland. Als hij 3 jaar is, vertrekt hij met het gezin naar Aruba. Zijn vader gaat er aan de slag als rechter. Yorah gaat naar deze school. Op Aruba komen veel Amerikaanse toeristen. Ook Natalie Holloway. Het is 30 mei 2005 als ze verdwijnt. Zoektochten op het eiland leveren niks op. Justitie gaat er vrij snel vanuit dat Natalie Holloway niet meer in leven is. Yorah wordt gezien als verdachte nummer 1 in de vermissingszaak. Hij legt jaren later zelfs een bekentenis af tijdens een verborgen cameraactie van Peter R. de Vries. Maar zegt later dat het allemaal niet waar is wat hij toen heeft gezegd. De vader van Yorah is altijd achter zijn zoon blijven staan. Maar hij sterft in 2010 en wordt hier begraven. De moeder van Yorah zegt in een eerder uitgezonden aflevering over haar man... Als er 1 iemand oprecht en integer was, dan was het wel mijn man. En hij zou, als hij ook maar iets verdacht had, dat Yorah dus hierbij betrokken was geweest, volledig, had hij Yorah gegrepen en naar de politie en de recherche gebracht. Het overlijden van zijn vader maakt diepe indruk op Yorah.
Hij wordt kort na de dood van zijn vader onderzocht door een psychiater. Die concludeert: Joran heeft een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door narcistische en antisociale trekken. Verder is er een alcohol- en cannabisafhankelijkheid. Joran gebruikt cocaïne en hij is een pathologische gokker. Om aan geld te komen voor zijn gokverslaving pers Joran de moeder van Natalie Holloway af voor $25.000. Hij zegt te weten waar het lichaam van Natalie is. Maar het is één van zijn vele leugens. 5 jaar geleden sprak ik hem hierover in de Castro-Castro-gevangenis. Sowieso wat ik daar heb gedaan is fout geweest. Ik had het ook niet moeten doen, maar op dat moment dacht ik gewoon van... Als hun zo blijven, 5 jaar lang blijven zeggen dat ik iets van iets af weet, dan heb jij soms zelf ook wel een beetje woede daarover. Maar kan je je voorstellen dat op het moment dat jij zelf in een soort rouwproces zit over je vader, dat je dan zoiets doet in de richting van mensen die eigenlijk in dezelfde situatie zitten, dat dat wel heel erg hard is? Ja, dat zeg ik heel voorzichtig uit. Nee, heb je absoluut gelijk in. Ik zeg ook, het is ook 100% fout geweest. Ik zeg het je, dat ik heb dat zo is dat gebeurd. Ik zat gewoon ook op dat moment niet goed na te denken. Ik ben toen ook gewoon plotseling, zonder tegen iemand iets te zeggen, ben ik ook gewoon van Aruba weggegaan hierheen. Joran, die dus flink in de war is en eigenlijk naar Nederland zou moeten om behandeld te worden naar aanleiding van het psychiatrisch rapport, vertrekt juist naar Peru om mee te spelen tijdens een pokertoernooi. Zijn vader is dan net overleden. Joran wordt voor het pokertoernooi uitgenodigd door ene Garcia. Toen ik daar aankwam, heeft hij voor me het hotel geregeld. Maar dat is iets wat mij vreemd in de oren klinkt. Jij bent aan het poker met iemand via internet. En die zegt dan van kom maar naar Peru en ik regel je verblijf voor je. Dat is wat apart. Dus... Ik heb eerder ook keren gehad dat mensen me voor grote toernooien hebben ingekocht. Tijdens het toernooi ontmoet Joran de 21-jarige Stephanie Flores. Hij neemt haar mee naar hotelkamer 309, krijgt een woedeaanval en vermoordt het meisje. Het enige wat ik echt wil zeggen is dat ik het echt ontzettend erg vind dat een familie een dochter kwijt is geraakt. Ja. En dat ik verder niet over de zaak wil praten omdat het op dit moment niet in mijn belang is. Zei hij nog voor zijn proces. Inmiddels is Joran dus veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor de moord op Stephanie Flores. Zo af en toe hoor ik dus nog wel eens iets van Joran. Hoe zou het met hem zijn? En belangrijker... Laat hij ooit echt het achterste van zijn tong zien. Hoe is op dit moment zijn juridische status? Joran actualmente es una persona que está sentenciado y condenado. Su sentencia ha quedado consentida. Ya llegó hasta la Corte Suprema y ya finalizó. Joran, como consecuencia de la condena que se ha impuesto de 28 años, él podría acogerse a un beneficio, que es de la libertad vigilada, que es una tercera parte. Pero como su nombre bien lo dice, es un beneficio, no es un derecho. Y la ley ahorita está siendo muy estricta con las personas que condenadas por un crimen parecido al de Joran, ¿no? Donde ha habido mucha crueldad. Entonces no se les está otorgando estos beneficios. Paralelamente a esto, el padre de la víctima de Joran, el señor Ricardo Flores, que es el papá de la señorita Stephanie Flores, en el cual Joran fue la persona que cometió el crimen con ella, es una persona que tiene muchas influencias dentro del Perú. Y él es una persona que se va a oponer a que le otorguen cualquier tipo de beneficios a Joran. Él es nuestro principal obstáculo. Ik wil ook weten of Joran nog iets te vertellen heeft over de verdwijning van Natalie Holloway. Misschien hoopt hij wel op een deal met justitie. Hij heeft 28 jaar gevangenisstraf gekregen. In Nederland gaat daar dan altijd 1/3 van af. Is dat hier ook? Ja, dat was maar is inmiddels een verandering in de wet geweest. Dat maakt dat die 1/3 niet meer een recht is voor de gevangenis, maar meer een gunst. En die gunst die wordt verleend op het moment dat de gevangenis zich goed heeft gedragen en zijn daad niet in de strijd is met de openbare orde. Van der Sloot heeft het kennelijk zwaar in de gevangenis. En dat kan een omstandigheid zijn om hem aan het praten te krijgen. Om die reden ga ik proberen binnen te komen. Hoe streng zijn de controles? Je hebt dan in het begin, denk ik, een wachthuis. We moeten een laatste stuk lopen. Je krijgt een kale vlakte met een
met de gevangenis op de achtergrond. En de controles zijn er al, want we zijn al gecontroleerd voordat we hier toe kwamen. Ja. We mogen daar ook niet meer filmen, hè, bij het gebouw? Nee, jullie mogen ook niet meer filmen. We moeten in de bus blijven. Jullie moeten zonder camera echt naar binnen. Straks probeer ik in de gevangenis te komen. Want ooit moet er duidelijk worden wat Joan Natalie Holloway en dus ook haar ouders en vrienden aandeed. Ik ben onderweg naar Joran van der Sloot in de Chalapalca-gevangenis. Oftewel de hel van Peru. Ik reis samen met zijn advocaten en Jorans vriendin. Ze is inmiddels ook de moeder van zijn dochtertje, Dushi. Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Con respecto a que cómo se conocieron Joran y Lady, ellos se conocieron en la prisión cuando Lady fue a visitar a un familiar de ella que estaba ahí. Y como consecuencia de eso se conocieron ahí, ¿no? Dentro de la prisión de Castro Castro. Hoe zou je de relatie tussen Joran en Lady omschrijven? Bueno, es una relación bien amorosa. Yo veo que se tienen mucho cariño entre ellos, siempre tienen comunicación. Y Lady está pendiente de todas las necesidades de Joran. Ella, cuando Joran está enfermo, necesita un documento legal, ¿no? En su caso, ella siempre hace lo imposible por tratar de ayudarlo, ¿no? Ze hebben inmiddels ook een kindje samen, een meisje. Heeft Joran dat kindje van hem al gezien? Sí, hace aproximadamente un mes, menos de un mes, Lady viajó con su hijita para allá, para verlo a Joran. Dice que fue un encuentro muy emocionante, se me han contado inclusive los empleados de penales. Joran se emocionó mucho cuando conoció a su hija, lloró todo. Ya conoció felizmente a su hija y él se encuentra muy feliz por eso. Uit mijn ervaring als misdaadjournalist weet ik dat lang gestraften soms zelfs na jaren besluiten alsnog te bekennen wat ze tot dan toe ontkenden. Daarom ga ik naar Joran. De gevangenis ligt op meer dan 5000 meter hoogte en er is weinig zuurstof. Dat merk ik zelf ook. En moet tijdens de trip, net als mijn medereizigers, regelmatig aan de beademing. Om daar te komen zijn geen busverbindingen. Alles moet apart geregeld worden. Dus je krijgt naast de straf ook het feit dat contact met familieleden, die is bijna onmogelijk. Het is ook streng beveiligd. Hè? Zijn er wel eens ontsnappingen geweest? Ja, er zijn ontsnappingen geweest. Maar de mensen die dat hebben geprobeerd, hebben uiteindelijk besloten om maar terug te gaan. Omdat de omgeving zo hard is dat je daar niet lang volhoudt. Dus ze zijn uit de gevangenis gekomen, maar uiteindelijk konden ze geen kant op en hebben ze zich toch maar weer bij de gevangenispoort gemeld. Ja, klopt. Ze hebben toen zich teruggemeld. Want ja, het was te koud. Ze hadden geen eten en de omgeving daar is gewoon niks. Geen huizen, helemaal niks. Deze gevangenis staat echt bekend als de hel van Peru. Ja. Het is bekend ook als de hel van Peru. En je zult zien, als je daar bent, dat die naam het waard is. Ik ga Joran en zijn advocaten niet vooraf vertellen dat ik het gesprek wil opnemen. Te vaak kwam Joran in het verleden terug op uitlatingen. Wat hij nu te vertellen heeft, moet daarom worden vastgelegd. En dat is best een risico. Zal de geheime apparatuur die ik daarvoor gebruik niet worden ontdekt? En als dat gebeurt, zit ik waarschijnlijk een behoorlijke tijd in de cel, naast Joran. Ik wil Joran vooral veel zelf aan het woord laten, zonder hem te onderbreken. Tijdens eerdere gesprekken merkte ik dat Van der Sloot een makkelijke prater is. Maar op zijn hoede raakt als het gesprek wordt geleid naar onderwerpen waar hij het liever niet over heeft. Vooral luisteren dus, bedenk ik me. En af en toe een vraag stellen over wat ik graag van hem wil horen. Na een tijdje hoor ik Nederlands. Het is Joran. Joran, de moordenaar van Stephanie Flores en hoofdverdachte in de vermissingszaak van Natalie Holloway. Hij gaat alvast naar een kamertje waar ik hem straks hoop te spreken. Zijn vriendin volgt hem, maar ik ben er nog niet door. Er moeten nog allerlei stempels worden gezet. Nog even. Daar zijn ze. Joran is inmiddels afgekikt van zijn drugsverslaving. Ik besluit het gesprek luchtig in te gaan.
Eerst maar eens vragen hoe het eigenlijk met hem gaat. Hoe is het? Ja, redelijk. Ja? Ik heb een paar weken geleden voor het eerst mijn dochtertje gezien. Ik heb die meegenomen. Ja. Hoe was dat? Ja, het was best emotioneel. Joran klinkt positief, maar het is gevaarlijk in de beruchte gevangenis. Ik heb nog een foto van een lady gekregen toen je was neergestoken of met een mes was gestoken. Dat was denk ik in een paar maanden of zo. Ja. En hij laat vol trots zijn wond zien. Dat was een of andere gekke medegedetineerde of zo. Nou, was het echt gericht een aanslag? Ja, het was echt gericht op. Ja? Ja. Maar ik woon nu apart van de rest. Er zijn nu twee afdelingen. Ja. En ik woon met een Argentijn. Die gaat binnenkort weg. En met een tal Victorianen. Woon ik samen met z'n drieën. Apart van de andere twee afdelingen. Voor je veiligheid, of heb je dat? Ja. Want wat zit hier verder allemaal? Bijna iedereen voor die politieagenten heeft vermoord. Okay. Nu als je een politieagent hebt, wordt vermoord. Ga je rechtstreeks hier naartoe? Rechtstreeks hier naartoe. Er zitten 120 gedetineerden zo'n beetje begrepen? 160 denk ik. 160. En Joran lijkt zich er prima tussen te vermaken. Een beetje handdruk, even lezen vooral. Ik speel schaak met een van de onze schaakbordjes en hebben niks. Krijg je verder veel bezoek of? Nou, niet echt. Nee, het is toch ver weg gelegen gevangenis. Nou ja, we hebben het zelf ondervonden. Je bent natuurlijk los even van het hoogteverschil en de hoogteziekte. Natuurlijk ook op reis. Ja, je voelt het zelf toch wel. Ja, je voelt het heel goed. En je moeder? Ze is al twee keer geweest. Dat is opvallend. Want in een eerdere uitzending zei ze dit. Verrek maar even in je cel daar en ik hoop dat je het even goed voelt wat je allemaal hebt aangericht. En niet alleen maar voor die mensen die hun kinderen zijn verloren, maar ook voor de rest van je familie. Daar denken ze nu dus allebei anders over. Ja, toch wel heel veel respect voor mijn moeder. We gaan toch ook door. En ze is inmiddels niet twee, maar drie keer geweest. Nee, die is geweest, hè, met de kerst. Ik ben naar dacht dat je mocht niet vliegen. Ik kon hier geen notaris krijgen om daar permissie voor te geven. Maar het moet echt notarieel vastgelegd worden dat jij de vader bent en toestemming geeft. Dat ze alleen met... Dus is alleen met Matthias gegaan. Maar Lady mag hier wel gewoon iedere maand komen, dat is geen probleem. Ze zou iedere week mogen komen. Als het niet zo ver was. Als het niet zo ver was. Ja. De onkosten natuurlijk is het probleem. Aha. Daar gaat het over geld. Joran doet wel zielig, maar zijn vrouw mag op bezoek komen en hij heeft zijn dochtertje al gezien. De moordenaar van Stephanie Flores lijkt zich prima te redden. Hoe gaat het eigenlijk wel goed. Ik heb toch ook dat in de jaren dat ik gevangen ben geweest, heb ik ook nog kunnen werken. Ik heb natuurlijk ook nog wel. Niet per se op legale manier, maar heb ik toch wel nog zelf een best goed inkomen kunnen regelen. En daarom vond ik het als wel heel erg, dat vond ik nog het ergste dat ik hierheen was gestuurd, dat je hier in Paraguay. Helemaal niks meer. Helemaal niks meer. Natuurlijk wel andere gevangenis, ik bedoel, hier ineens de celular, hier ineens... Ja, nou, je hebt me wel eens gebeld en geappt en... Of sms'jes gestuurd. Dat is hier allemaal niet meer mogelijk. Nee, dus hier geen signaal. Nee, dat klopt. Ik heb het al geprobeerd zelfs. Ik kan er niks meer doen. Behalve gevangenispersonaal opnemen als je dat zou willen. Op de jaren ga je ook in de gevangenissen hier professioneren. Naar andere etappes. Dus ik zit al bijna bij. Ik ben in KTC en hoop dat ik hier weg ga. Oké. Okay. En dan ga je naar een lichte regie? En ga je dan weer terug naar Lima? ADC. Ik weet niet of ze mijn... Wat zou je het liefst willen? Dichter bij... Familie zijn natuurlijk. En het leven in de Castro-Castro-gevangenis in Lima was een stuk beter. Hij had een televisie, een normaal bed, een ruime cel...
meer privacy en hij zat er dichter bij de bewoonde wereld. Joran heeft er dus veel, heel veel voor over om uit de Chalapalka-gevangenis weg te komen. Hoe eerder, hoe beter. Hebben ze bijvoorbeeld vanuit justitie nog belangstelling voor jou getoond? Vanaf Aruba bijvoorbeeld? Nee, absoluut niet. Nee? Nee, en dat is dat terwijl ik zelf wel een paar maanden geleden en de minister van Buitenlandse Zaken in Nederland heb geschreven. Ja. En de minister in Aruba. En de ambassade, de Amerikaanse ambassade hier. Ja. Dat ik graag wil meewerken. Hij doelt op de vermissing van Natalie Holloway. Hij wil alles wel zeggen om tot een regeling te komen. Ik heb ze toen laten kijken. Zelfs in Nederland is het nu mogelijk. Toch medewerking aan justitie te geven en een regeling te trekken. Ja, daar zou je voor openstaan. Ja, in de Nederlandse gevangenissen met hoeveel van je straf uitgezeten? 2/3. Met 2/3? Ja. Hier was het eerst 1/3 toen ik ben veroordeeld. Terwijl ik ben veroordeeld, had ik wel die 1/3, maar dat is niet veranderd. Net. Het gaat voor iedere gedetineerde hier. Nee, maar wel voor de straf. En onder die straf wil Joran zo snel mogelijk uit. Ik zou het ook helemaal niet eens erg vinden als ik zo naar Nederland zou kunnen, naar Aruba zou kunnen. Maar natuurlijk wil hij dat. Alles om maar uit de hel van Peru weg te kunnen. Daar zal hij, net als in het verleden, graag over liegen. Ik merk dat Joran loslippiger wordt. En wat blijkt? Ik ben niet de enige die non-fictie misdaadboeken schrijft. Ik heb hier ook mijn eigen boek geschreven. Ik hoor er niks mee gedaan. Ik hoor zoiets. Maar wat moet ik daarbij voorstellen? Een boek over jouw leven? Of? Ja, over alles. Ja, toch ook al 28 jaar voor. Dat kan natuurlijk een stuk opener zijn dan ik eerder ben geweest. Je bedoelt, ik heb toch niks meer te verliezen? Nee, inderdaad. Behalve natuurlijk veiligheid, dat soort dingen. Maar ja, ik heb meerdere malen in mijn leven meegemaakt dat ik eigenlijk... zelf het gevoel heb dat ik nog op extra jaren aan het leven ben die ik eigenlijk al niet meer had moeten leven. Een beetje mijn leven meegemaakt dat ik dacht dat ze me vermoord zou worden en dat toch niet is gebeurd. Dus, ja. Wat zou je er mee willen doen? Ik weet niet. Misschien wel. Ik wil het nog goed corrigeren. Ja. En dan wel op een dag misschien uitbrengen. De enige persoon die de afgelopen 6 jaar toch best veel geholpen heeft, is Mary Hammer. Dit is Mary Hammer. Een Amerikaanse radioloog die veel in Amerikaanse media is verschenen, omdat ze Joran steunt. Ook financieel. Zij ziet zich als de redder van Joran. Zij gelooft in Joran, dat Joran kan veranderen. En daarom ondersteunen ze hem nog steeds. Maar het gaat om grote bedragen. Ik ondersteun hem nog steeds in alles wat Joran vraagt. En ik heb de schriften naar haar opgestuurd. Oh, zij heeft ze. Ja, en zij heeft me toch het advies gegeven om beter niet te publiceren. En waarom? Ik denk dat het, wat ik hierin schrijf, dat ik nog kwaad kan doen. Maar je bedoelt gevaar kan doen door de dingen die daarin staan, die je daarin zou onthullen, of mensen die je beschuldigt? Ja, alles wat je zegt is eigenlijk allemaal. Mensen die erbij intrekken waar zij denken dat het gevaar kan brengen. Dus heeft ze ook wel gelijk in, tot een bepaald punt. Ja, dus je hebt dan wel contact met haar wat goed loopt. Zes jaar schrijft ze me en zelfs stuurt ze me iedere maand ook geld. Dat weet ik van. Waarvan zie je naartoe kan komen. En dat is op zijn minst opmerkelijk. Mary Hammer sponsort Lady, zodat zij naar de vader van haar kind kan reizen.
en dat het boek ook bij Mary Hammer ligt en dat Joran beweert dat hij daar alles in heeft beschreven, dat kan wel eens heel interessant voor justitie zijn. Joran wordt immers nog steeds verdacht in de vermissingszaak van Natalie Holloway. Als Mary Hammer weet heeft van door Joran gepleegde misdrijven, is zij dan niet, mede uit morele overwegingen, verplicht dit te melden? Binnen in de gevangenis wil Joran even opstaan en van plaats verwisselen. Heel even kan ik rondkijken. Ik ben in dit kamertje gestopt om het gesprek met Joran te voeren. Dit is niet zijn eigen cel. Ik vraag hem hoe die eruit ziet. Is dat net zo'n kamertje als dit? Zo, Nee, veel kleiner natuurlijk. Het derde van dit. De bewakerskamer, we slapen de bewakers. Ja, die wonen hier ook, of? Ja, voor mijn buitenverblijf de helft en de mensen die binnen blijven slapen hier. Dus meerdere kamers, ook de kamers, maar voor bewakers. En als bezoek komt, kan je ook bezoek, kun je regelen dat je bezoek zo'n soort kamer ontvangt. Je komt van alleen gewoon waar we gaan blijven. En het valt me op, tenminste hier is nergens verwarming, hè? Heb je... Verwarming of niet, terug naar het boek. Denk je dat het boek wat je hebt geschreven, denk je dat justitie daar ook nog belangstelling voor heeft? Ja, ik denk als ik dat boek publiceer dat ik uitgeleverd word naar Europa, daar heb ik geen twijfel aan. Dat je uitgeleverd wordt naar Europa? Ja, ik vraag het tenminste. Daar heb ik geen twijfel aan. Maar zou je dat willen? Dat zou ik niet erg vinden. Ik heb het ook tegen de liefde. Dat zou ik niet erg vinden. Dan leg ik dat uit als dat je bepaalde bekentenissen doet in het boek, op basis waarvan ze zouden zeggen van nou, we kunnen hem hier voor de rechter brengen. Nou, het gaat eigenlijk voor twee laden. Ik leg dus uit hoe goed mensen leren kennen als de casino's dat ik altijd toegang kan gebruiken. En het is toch altijd voor mij het grootste probleem geweest, het gokken. Ja. Ik maak geen grapje. Toen ik in Thailand woonde, maakte ik meer dan $1000 per dag. Vergokte je? En vergokte ik ook gewoon. Ik vertel ook wat dingen dat ik nooit eerder heb verteld, omdat de andere mensen me toch altijd geld hebben blijven geven. Tijdens die hele gevangenisstraf hebben ze dat blijven doen. Heb ik dat altijd eigenlijk boven hun hoofd kunnen houden van... Stuur me geld. Dat je bepaalde dingen wist over mensen? Anders vertel ik wat ik weet. Joran laat zich dus betalen en in ruil daarvoor zwijgt hij. Tot nu toe dan, zo lijkt het. Ik weet zeker dat als ik dat zou publiceren, dan wil justitie wel de naam van de persoon weten. Daar heb ik geen twijfel aan. En het is allemaal non-fictie? Het kan allemaal non-fictie. Ik pak eigenlijk eerlijk, ik heb het meer dan een half jaar al af. Maar ik wil het eigenlijk zelf perfectioneren. Ik heb nog, ze hebben nog mijn boek dat ik in Nederland heb opgeschreven, hebben ze hem opgestuurd. En ik heb het zelf voor het eerst gelezen, mijn eigen bedoeling gelezen. Het is alleen maar nergens. Ik heb toen 3 keer, 4 keer met Santana gesproken. Ja. Zij heeft een boek geschreven. Ik heb het gelezen. Ik heb het gezegd. Straks vertelt Joran verder over wat er in zijn boek zou staan over de verdwijning van Natalie Holloway. Ik heb altijd de justitie altijd gelogen. Nooit de waarheid verteld. Maar ook over de moord op de 21-jarige Stephanie Flores. Dat is de reden waarom ik haar vermoord. Joran van der Sloot is tot 28 jaar veroordeeld voor de moord op de Peruaanse Stephanie Flores. Hij zit vast in de Chalapalca-gevangenis, de hel van Peru. Ik wil weten hoe het met Joran gaat en weet binnen te komen met de verborgen camera. Maar ik wil vooral kijken of ik meer te weten kan komen over Natalie Holloway. Joran is tot op de dag van vandaag verdacht in deze vermissingszaak. Hij heeft een boek geschreven waarin, naar Jorans zeggen, dingen staan die zeer dicht bij de waarheid komen. Jorans waarheid dan. Want Joran zal alles zeggen om uit deze gevangenis weg te komen. Ik spreek hem terwijl hij naast zijn vriendin en moeder van zijn kind, Lady, zit. Als jij het boek zeg maar uitbrengt, dan zullen heel veel mensen natuurlijk zeggen, ja, dat is verhaal 2001. Maar als we aan de andere kant
toch punten zijn die je kan bewijzen. Dat heb ik wel. Dat heb ik altijd boven met andere mensen zelf ook. Dat is toch wel waar. Maar wiens waarheid is het? Die van Joran? En wie heeft er iets aan? De familie van Natalie Holloway of justitie? Ik heb altijd de justitie altijd gelogen. Nooit de waarheid verteld. Ik zou bij een 103 verhalen kunnen verzinnen tegen justitie. En dat is zelf zeggen. Die pakken ze iets die helemaal van niks af wisten. Die hebben door mijn schuld toch een hele tijd gevangen gezeten. Ja. Toen ik jonger was, had ik met mijn vrienden niet altijd alles verteld. Ik heb gewoon nooit geweten wat ze moesten vragen. Ik heb nooit geweten wat te doen. Toen denk ik een van de slechtste politie-investigaties dat ooit plaats heeft gevonden. Zelfs de recherches die uit Nederland zijn gekomen. Die had niet over de zaak Holloway. Ja. Maar daar zou je ook wat gedoe op doen. Ik vind het gewoon schuldig. Hier zeg ik ook gewoon. Accepteer ik ook gewoon alles wat ik heb gedaan. Even weet ik niet wat ik hoor. Joran bekent hier schuldig te zijn aan wat hem in deze zaak wordt verweten, namelijk het vermoorden van Natalie Holloway. En hij zegt dat de mededader hem hielp. Zou dit een van de broers zijn die in de nacht van de verdwijning van Natalie Holloway bij Joran was en hem naar huis bracht nadat Joran op het strand seks had met Natalie? Er is maar één persoon die de waarheid kan vertellen. Vertel alles ook over... Ook over Natalie, dus? Ook, alles. Maar bewijsbaar? Bewijsbaar. Ook andere dingen waar mensen nooit iets van hebben afgeweten. Hoe ik bijvoorbeeld altijd aan geld ben gekomen. Met het verhaal dat ik heb verteld, geloof je dat nooit, maar het is wel waar. Bijvoorbeeld van casino's, het internet. Zijn dingen die je niet eens kan voorstellen. Je houdt je bezig met zaken van misdaad, waar ik zoveel geld mee heb kunnen maken. Wat ik ook helemaal uitleg, het hele proces, hoe het mogelijk is. Dat natuurlijk niks te maken heeft met alle misdaad, niet vanuit de vrouwen. Maar wel hoe ik altijd... In die zaak zou toch nog altijd een verklaring, zou een uitweg kunnen vormen om hier weg te komen natuurlijk. Dat is wel waar. Maar ik kom hier sowieso in een paar maanden weg. Daar ben ik van overtuigd. Ja, maar ik bedoel echt gewoon hier uit het land. Uit het land? Ja. Nee, dat is ook zo. Dat is ook de reden waarom ik het overweeg. Dat en de reden dat de persoon die me altijd geld waar zou te brengen... Dat het laatste half jaar niet meer doet. Dat is wanneer waar ik toen serieus ben begonnen met het boek. Maar die staat los van de zaak met Lee Holloway. Ja. En jij zegt als hier twee rechercheurs zouden komen van Aruba om jou te verhoren, dan zou je ook zeggen hoe het zit. In het kader van afspraken die je dan zou kunnen maken. Bijvoorbeeld in ruil daarvoor een straf uitzitten of Aruba bijvoorbeeld in Nederland. Misschien wel. Als maar ja, ik weet niet of ik dat zelfs wel zou accepteren. Als ik dit boek schrijf, dan is het toch over, hè? In welk opzicht? In elk opzicht dat je maar voor kan stellen. Maar dat stap ik niet in. Wordt die zaak ook gewoon opgelost. Wordt die ook gewoon gesloten, dan is het ook gewoon klaar. Ja. Maar waarom wacht je daar dan mee? Mij ook. Waarom wacht je daar dan mee? Nee, want ik wil er toch het maximum mogelijke geld mijn weg uithalen. Want dat is toch klaar voor mij ook in die opzicht. Ja. Dan wil ik toch mijn familie financieel verzekeren. Je doet door de verkoop van het boek? Door het verkoop van het boek. Ja, want je suggereert eigenlijk dat je daarmee mensen dus in de problemen gaat brengen. Dat is toch klaar voor mij, hoor. De mensen die ik zou zeggen, wat ik, maar dan kun je ook de rest van je leven over je schouder blijven kijken. Dat is ook iets wat je in aanmerking neemt. Ja. Bijvoorbeeld toen ik vast in Aruba zit, heb ik de eerste 10 dagen heb ik in mijn eten ook een papiertje nog gekregen van denk aan je familie. Dus dat kwam van die persoon waarvan jij dingen wist? Ja. Als ze willen dat ik nooit zou praten, hadden ze me makkelijk dood kunnen maken, toch? Dat ik makkelijk dood kunnen zijn, als ik wel iets kunnen maken. Ik ben alleen, ik ben hier dus. Ja. Ik doe het ook alleen als ik echt helemaal schoon schip maak, want het heeft ook geen zin. Nee.
Maar ik luister nu toch weer uit jouw woorden van dat je het ook dan toch ook om geld doet. Ja. Dat is van waar. Dan moet je niet omkeren. Moet je niet gewoon zeggen van nou goed, ik maak schoon schip. Ik weet niet, ik ben niet eens 100% overtuigd dat ik het wel wil. Zo lelijk is het. Zo slecht kom ik hier over zelf. Ik denk dat ik gewoon door mijn mond hou, dat ik nog een hoop meer geld kan krijgen dan ik zelf zou kunnen krijgen door te publiceren. Ik wil het wel vertellen, maar daar wil ik in ieder geval een hoop geld voor. Ja. En niet zozeer omdat ik gewoon voor mezelf schoon schip wil maken. En dan denk ik dat heel veel mensen zullen zeggen van ja, maar als je echt oprecht bent en je leven hebt gebeterd, dat je zegt, ik kan me ook heel goed pijn voorstellen voor mensen die een kind hebben verloren. Ik zeg hoe het zit. Je weet natuurlijk ook niet helemaal het verhaal wat ik heb te vertellen. Hè? Ja, misschien heb ik ook wel heel veel respect voor de persoon die ik dan ook eigenlijk kwaad aan het doen ben. Dus dat is respect wel gebaseerd op geld alleen, maar ja, het is toch een relatie dat je met iemand hebt gehad. Kijk, dat ik zelf mijn mond heb gehouden terwijl mijn eigen vader gevangen is geweest, wat ik zelf weet, dat zegt toch ook wel iets. Ja. Toch altijd mijn mond, ik heb toch altijd mijn mond gehouden, of dat ik gewoon, heb ik gewoon BS verteld. Want het zou helemaal niet eens erg zijn, of zou het helemaal niet eens erg vinden als ik in Oma zou zitten. Zou ik zelfs eerst, voordat ik een boek schrijf, het eerst aan de autoriteiten geven. Maar hoe Joran de Peruaanse Stephanie Flores vermoordde, onthult hij nu al. Voor de allereerste keer vertelt hij erover. Hij ontmoet Stephanie in dit casino. Die dag dat ik Stephanie het casino leerde kennen, de eerste dag dat ik haar leerde kennen. Ze is ook gebruikt, ook drugs gebruiken. Dus eigenlijk, ik wou in mijn leven, we gaan drugs gebruiken in mijn hotel waar ik zit. Dat is dit hotel. Een camera van het hotel registreert de twee. Het zijn de laatste bewegende beelden van de 21-jarige Stephanie Flores. Je hebt gezegd toen ik in de badkamer was. Hoe is de drugs? Je weet het niet, als je zelf in drugs gebruiker bent, kan je dat niet, kan je dat denk ik niet voorstellen. Maar heb ik mezelf toch kunnen overtuigen in mijn hoofd van zij is een agent van de. FBI. Van de FBI. Ik ben echt kunnen van overtuigen op dat moment. Dat is de reden waarom ik haar heb vermoord. Hoe raar het nou ook klinkt, dat is toch wel de waarheid. Want ik ken het ook niet. En terwijl hij de hand van zijn vriendin vasthoudt, vertelt Joran zonder gêne en lachend voor het eerst en op camera dat hij een 21-jarige vrouw heeft vermoord. Volgens de nabestaanden van Stephanie Flores is de gevangenisstraf van 28 jaar veel te weinig. Maar Joran wil zo snel mogelijk weg uit de cel waar hij nu zit. Ik moet je ook voorstellen, ik heb zelf mijn eigen dochter, ik heb zelf mijn eigen familie, maar het zijn ook dingen die ik niet reken. Het gesprek van een uur in de Chalapalca-gevangenis maakt veel duidelijk. Joran hengelt naar een deal met justitie. Hij wil een bekennende verklaring afleggen. Niet uit gewetensvroeging of uit mededogen met de nabestaanden. Nee, de rasopportunist hoopt in een lichter gevangenisregime te komen. Dichter bij zijn vriendin en kind. Dat mag hij doen natuurlijk. Maar veel empathie voor de slachtoffers en gevoel voor wat hij hun nabestaanden aandeed, spreekt zeker niet uit zijn woorden. Direct na mijn bezoek heb ik contact met de hoofdofficier van justitie op Aruba. Hij deelt mijn mening. Ook hij is sceptisch, maar vindt het de moeite waard om de uitlatingen van Joran nader te bestuderen en te onderzoeken of het zinvol is hem officieel te verhoren. Dit alles met het ultieme doel de nabestaanden te kunnen vertellen wat er is gebeurd. Na afloop stel ik ook de advocaten van Joran op de hoogte van het opnemen van het gesprek. Ze laten weten geen bezwaar te hebben tegen het delen van de informatie met het Openbaar Ministerie. Al het opgenomen materiaal is daarom overgedragen aan het OM op Aruba. Dat de beelden bestudeert en nagaat of er reden is om verder met Van der Sloot in gesprek te gaan. Tot deze uitzending heeft het Openbaar Ministerie daarover nog geen beslissing genomen.
Joran van der Sloot zit nog steeds vast in Peru. Als er niets verandert, moet hij daar nog 23 jaar doorbrengen. Dat is voorlopig de enige onomstotelijke waarheid voor Joran van der Sloot. En Joran, die zal zich ongetwijfeld wel weer melden.